De Nederlandse Kitesurfvereniging heeft deze clinics georganiseerd om te zorgen dat de Nederlandse reddingsorganisaties zo goed mogelijk overweg kunnen met het redden van kitesurfers. Ze zijn natuurlijk goed in het redden van mensen, maar met kitesurfen zijn er een paar aparte dingen om op te letten. Een van de belangrijkste dingen is natuurlijk dat er een grote vlieger en lijnen in het water liggen. Als je die vlieger beet wil pakken, dan doe je dat aan de leading edge. Dat is de grote opblaastube aan de voorkant van de kite. En dat is eigenlijk de enige plek op de vlieger waar je hem goed kan hanteren. En alle andere plekken, daar gaat de vlieger van alles doen wat je niet wilt. De vlieger wordt bestuurd met een bar, een stuurstok. En aan die bar, daar zit een lus en die lus zit vast aan de kitesurfer. En alle punten waarmee de kitesurfer met de vlieger via de bar verbonden is, die zijn los te maken door middel van een quick release. Dus de loop waarmee die aan de trapeze zit, daar zit een quick release op. En als je daaraan trekt, gaat die direct los. De leash die als extra vangriem aan de vlieger zit, die zit ook vast aan de trapeze en daar zit ook een quick release op. En dat zijn allemaal systemen, veiligheidssystemen die ervoor zorgen dat de vlieger zijn druk verliest en dat de situatie veilig wordt voor de kitesurfer. Sommige bars hebben ook oh shit handles. Dat zijn lusjes aan de zijkant van de bar en die zitten vast aan een lijn. En als je die ver genoeg door de bar heen trekt, dan trek je als het ware de kracht helemaal uit de vlieger en dan gaat de vlieger volledig open. We gaan ook het water op. Op het water zijn een paar dingen belangrijk. Er zit een groot verschil tussen iemand redden die fysiek helemaal in orde is, maar die materiaalpech heeft, en iemand die een fysiek probleem heeft. In het geval van iemand die fysiek in orde is en waar het materiaal een probleem is, of de windrichting misschien, is het belangrijk dat als eerste de kite uit het water wordt gehaald. Dan vaar je een ruime boog om de vlieger heen. Een hele ruime boog om vervolgens schuin tegen de wind in de vlieger te benaderen. Je pakt de vlieger bij de leading edge. Als je langs zij komt met de boot, pak je hem bij de leading edge. En je draait de leading edge naar de wind toe. Dan is de vlieger makkelijk te hanteren. Vervolgens zoek je het ventiel waardoor je de vlieger kan leeg laten lopen. Dat maak je open en je propt de vlieger tussen je benen door naar achter. Geeft het teken aan de kitesurfer dat hij zijn bar los moet laten en de leash los moet maken. En dan kan je de lijnen makkelijk binnenhalen. Die kan je in grote lussen kan je die op de vlieger binnenhalen en gewoon in de boot laten vallen. En als je ze op de vlieger gooit, kan je daarna de vlieger dubbel vouwen, dat de lijnen een beetje beschermd zijn. En als laatste komt de bar dan aan boord. En het moment dat die binnen is, dan kan je ook het slachtoffer eruit gaan halen. Als er wel een probleem is met het slachtoffer zelf, dan is de kite natuurlijk van secundair belang. Dus dan ga je eerst het slachtoffer aan boord halen. Stel dat hij een fysiek probleem heeft, dan kan je hem aan de trapeze, daar zit een groot handvat achterop, kan je hem aan boord halen. Maar dan zit nog steeds de trekkende vlieger aan die kitesurfer vast. Nou, dat kan je gewoon lossnijden, maar je kan ook zo'n quick release gebruiken om de kitesurfer los te koppelen van de vlieger. En als je de leash vasthoudt of een oh shit handle vasthoudt en je koppelt de kite los, dan verliest de vlieger zijn kracht en in alle rust kan je de vlieger binnenhalen.